Nou, op geoengineering, Watch, daar zei ze dat alle bomen de kruinen kapot gingen. Dus alle toppen van de bomen sterven af. Nou, je ziet het. Dat overal de toppen aan het afsterven zijn. Echt overal, zie je het al. Vooral in de bossen, zie je het. Moet je zien, al die takken gaan kapot. Hier. Ik zal eens een stukje door het bos lopen. Hier, weer. Er komt... Door dat geoengineering van onze EU, die ons wijs willen maken van climate change. Dan zeggen ze, kijk maar, ook alle bomen gaan dood, zeggen ze dan. Maar ze vertellen er niet bij dat ze zelf alle bomen kapot gespoten hebben. Hier achter gaat weer zo'n lijntje. En dat doen ze expres, hè. Want onze, hoe noemen ze dat ook alweer? Die 5G... Oh, die straling, bomen belemmeren dat. Dus we zien daar allemaal dode bomen. Deze bomen zijn met paaien allemaal dood. Overal gaan ze dood. Zelfs kleine boompjes gaan allemaal dood, heb ik al gehoord. Sterven de topjes eraf. Door al dat strontium, barium, aluminium. En geen dieren meer. Hè? Ik loop al een paar dagen door de bossen. Nul dieren. Je hoort heel af en toe nog één vogeltje. Helemaal uitgestorven. Vreselijk. En alle boompjes sterven van qua top. En omdat het waterpeil kunstmatig omlaag wordt gebracht. Door dat ze alle wolken wegspuiten. Ik heb gehoord dat grote bomen kunnen geen nieuwe wortels maken die dieper de grond in gaan. Dus binnenkort sterven ze van onder allemaal af, de bomen. En van boven. Echt vreselijk. Jezus Christus, help ons. Maar daar zullen ze hun straf wel voor krijgen, hoor, geloof me. Moordenaars van de aarde en de dieren en de planten en de bloemen en de vogels en de insecten. Nou, die mensen moeten voor het aartstribunaal. En ze weten dat hun dagen geteld zijn, want ze raken helemaal in paniek. Je mag niet eens meer iets zeggen. Nou, vreselijk hoor. Kijk, de allemaal dode bomen, al die toppen gaan allemaal dood. Dus kun je allemaal zelf gewoon waarnemen. In elk bos kun je gewoon naar binnen lopen. Kun je gewoon allemaal gaan kijken. En overal, hè, met een paar jaar is het gewoon allemaal dood. Vreselijk. Dus mensen, word wakker en kijk eens naar die EU wat ze allemaal doen met Monsanto. Straks komt Monsanto ons vertellen, ja, wij hebben de oplossing. Terwijl ze er zelf al mee betaald hebben ons kapot te spuiten. En word maar wakker, want het gaat niet goed met deze aarde. En de meeste mensen hebben gewoon kapjes om. Op. Zeg ze, ja, kunnen we toch niks meer aan doen, bla 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 bla. Rotzakken zijn het. Toevallig zie ik een paar vogeltjes, maar het is heel slecht gesteld met deze aarde. Dus ze maken de bomen moedwillig stuk, hè. Hier, allemaal dode bomen. Vreselijk. Nou jongens, stop de EU met hun geoengineering en weet ik wat allemaal. Oh, daarachter gaat alweer zo'n spuitkanon. En het is nu 15 oktober of 13 oktober. Het is tropisch warm. Tropisch warm. S'nachts kun je bijna niet slapen van de hitte. Dus ze dwingen ons gewoon met hun gekem. In de richting van, ja, zie je nou wel, climate change. Jongens, koop nou maar zo'n pompje van ons. Dan komt alles goed. Dat is gewoon een harnasje wat ze ons weer aandoen. Een climate harnasje. Om ons weer in het juk van een soort slavernij te krijgen. En ondertussen gaan ze alle fabrieken en alle ellendelingen die het veroorzaken. Ja, nee, als concurrentiepositie, bla bla bla, dan mag alles weer in één keer. Dus het gaat ze alleen maar om de knaken. En de aarde is voor hun alleen maar biomassa. Alleen maar biomassa is het voor ze. Rotzakken zijn het. Nou, ik ben blij dat heel veel mensen toch wakker worden. En je weet het gezegd, hè? Van 1% naar 5% naar 90%. Dus dan weet je het. Doe het ook.